Met een Fokker Friendship genoemd naar de bouwer van Schiphol, heeft een aantal gehandicapte jongeren uit Den Haag en omstreken een vlucht gemaakt boven de Deltawerken. Deze vlucht ging uit van een in Den Haag opererende stichting die zich ten doel stelt gebrekkige kinderen wat vreugde te bezorgen. Tevoren hadden de jongelui al het nodige over de Deltawerken gehoord en gelezen. En zo boden de Volkerak-sluizen en de ernaast liggende caissons niet zoveel geheimen meer. Ze kregen duidelijk de plaats te zien waar het Volkerak in 1970 met deze caissons zal worden afgesloten. Op de achtergrond de brug over het Haringvliet. De jongeren kregen ook een indruk van de Grevelingendam, die sedert een paar jaar de verbinding vormt tussen Flaké en Duiveland. Verder naar het zuiden zagen ze de langste brug van Europa, de imposante Oosterscheldebrug. Een 5 kilometer lange liniaal van beton die Duiveland verbindt met Noord-Beveland. Op de terugweg vloog de machine over het Brouwershavense gat, waarin al een groot stuk dijk ligt. Van de gaten aan weerszijden zal dat aan de kant van Schouwen met behulp van een kabelbaan in 1972 worden gesloten. De masten daarvoor zijn al klaar. En tenslotte zagen de jongelui nog de sluizen in het Haringvliet. Het stuk tussen de sluizen en de kop van Voorne zal ook met behulp van een kabelbaan in 1971 gedicht worden. De leerzame vlucht van deze jongeren was een welkome gelegenheid voor een balans in vogelvlucht van de Deltawerken.